Maar hoe pas je dit nou allemaal toe in de praktijk? Het doel is natuurlijk dat het leerrendement van jouw cursisten optimaal wordt. Op basis van elke tip geven we je graag wat handvatten voor in de praktijk. Ten eerste raden we je aan om je e-learning visueel te maken voor je cursisten. Dit kun je doen door afbeeldingen, video's en illustraties steeds met tekst af te wisselen. Maar dit kun je ook doen door opdrachten te maken die cursisten uitnodigen om beeldend te denken. Zoals, bedenk tenminste twee situaties waarin je het zojuist genoemde fenomeen zou kunnen tegenkomen. Ten tweede wil je er eigenlijk altijd voor zorgen dat je cursisten actief in de leerstand blijven. Zorg er dus voor dat er altijd de mogelijkheid bestaat om een zelftest te maken, zodat ze oefenen met het ophalen van informatie. Daarnaast hebben we het natuurlijk gehad over retrieval cues, waardoor je cursisten op een toegankelijke manier herinnerd worden aan de leerstof. Een manier om dit toe te passen is door de taken te matchen met elkaar. Moeten je, je cursisten bijvoorbeeld een meerkeuzetoets maken, laat ze dan ook oefenen met meerkeuzevragen. En maak gebruik van dezelfde schrijfstel in je tentamen als in je e-learning. Verder hebben we aangegeven dat informatie wat tijd kost om goed opgeslagen te worden. Zorg er daarom voor dat je in je e-learning zo min mogelijk verschillende onderwerpen door elkaar heen aanbiedt. Het consolidatieproces van de leerder mag immers niet verstoord worden. Stel de lesmodules over volgende onderwerpen ook pas beschikbaar als de toets over het vorige onderwerp al is geweest. En bied de leerstof in kleine behapbare stukjes aan, zoals in de vorm van microlearning. Op het gebied van organiseren is het aan te raden in je e-learning bijvoorbeeld met infographics of mindmaps te werken om de leerstof te categoriseren. Hierdoor organiseren je cursisted op de juiste manier in hun hoofd. Dit kun je trouwens ook verwerken in quizvragen. Laat ze helemaal zelf een woordweb maken, categoriseren en verbindingen maken. Tot slot is het altijd een goed idee om de kennis uit deze e-learning te delen met je cursisten. Laat ze bijvoorbeeld zelf deze e-learning doorlopen, zodat zij zich bewust worden van de valkuilen. Denk bijvoorbeeld aan de valkuil als de illusie van het leren. We hopen dat je met deze tips uit de voeten kunt en anders helpen wij je graag verder.